Ruim 20 jaar geleden maakte hij deel uit van een drugsbende. Toenmalig officier van justitie Fred Teven maakte jacht op deze bende en kreeg mijn gast van vandaag achter slot en grendel. 3 jaar moest hij uiteindelijk zitten en in de gevangenis deed hij een studie rechten. En na vrijlating gooide hij het roer in zijn leven volledig om. Ik heb het over niemand minder dan Jeroen Pols, mijn gast vandaag. En samen met Willem Engel de luis in de pels in de zaak tegen de overheid en wereldberoemd in heel Nederland na de kwestie rondom de avondklok. Ik laat u anders uit de zaal zetten. U gaat mij als partij uit de zaal zetten, mevrouw. Ja, dat kan. Als u doorgaat, dan ga ik de bode en de beveiliging halen om te vragen om u naar buiten te geleiden. Ik accepteer het niet. Exclusief hebben we hem hier vandaag in de studio, Jeroen Pols. En hij is bereid om vrij uit te praten over dat lastige criminele verleden dat hem nu achtervolgt in die zaak tegen de staat. Jeroen, welkom en moedig dat je hier bij mij wil komen praten over iets waarvan ik tot voor kort geen weet had. Ik las in de krant, de Telegraaf, dit artikeltje. Jurist viruswaarheid Jeroen Pols is veroordeelde drugsbaas. Ik dacht, dit is een grap of dit is misinformatie. Maar toen appte ik jou en toen zei jij, nee, het klopt. Ik heb een lastig verleden. Ik las ook dit hier, dat Fred Teven verbaasd was dat hij jou überhaupt zag op tv en niet in de gaten had dat jij met die kwestie bezig was. Kun je mij vertellen, wat is er nou eigenlijk 20 jaar geleden gebeurd? Nou, 20 jaar geleden was vooral een einde van een periode. Ik denk dat ik op mijn 25ste ben ik op het criminele pad gekomen. Ik had altijd al een hele avontuurlijke persoonlijkheid, denk ik. En een snel verveeld. Dat heb ik altijd gehad. Ik denk al als kind ook al. Ik kom uit een familie. Ik ben de enige in de hele familie die ooit met justitie in aanraking is gekomen. Sterker, een groot deel van de familie is streng gereformeerd. Mijn moeder die kwam ook uit een heel streng gereformeerde familie. En ik ben wat dat betreft een hele vreemde eend in de bijt geweest. En ik ben nadat ik mijn VWO af heb gemaakt, ben ik eerst economie begonnen in Amsterdam. En ik heb een bedrijf nog begonnen in Istanbul. Daar ben ik een half jaar geweest. Het was een enorm succes. Helaas, door mijn onervarenheid heeft mijn compagnon toen alles overgenomen. En ik bleef zonder iets achter. Ik heb altijd mijn avontuurlijke instinct gevoeld. En zo kwam ik ook op een gegeven moment in aanraking met... Destijds kwamen die pillen enorm op. In Nederland was het nog helemaal niet illegaal. Op dat moment, dat veranderde steeds. En in Spanje was daar een enorme vraag naar. Daar betaalden ze gigantische bedragen. En ja, uit avontuur en spanning ben ik begonnen daar een beetje mee te handelen. Dat groeide heel snel. Ik verdiende daar op zich heel veel mee in korte tijd. Ik kwam al snel daarmee in de problemen. Ik heb in Spanje, ben ik ook aangehouden geweest, een aantal maanden vastgezeten. En toen dacht ik ook van ja, dit wil ik nooit meer. Dit wil ik achter me laten. Ik ben na mijn vrijlating naar Nederland gegaan, ben ik eigenlijk opnieuw begonnen. En niet met drugs, maar gewoon een heel nieuw leven. En ben ik gaan werken gewoon rustig gaan leven. Totdat op een gegeven moment dat die geschiedenis in Spanje mij achterna zat. Op een dag kwam ik terug van een reis en bleek dat er een uitleveringsbevel vanuit Spanje was. Nou, dat overviel mij compleet, want ik had op dat moment gewoon een rustig leven en ik deed niets wat verboden was. En ik kwam in uitleveringsdetentie te zitten. Daarna, na 6 weken ben ik vrijgelaten in afwachting op uitlevering. Maar ik zat wel met een probleem, want ik denk, ja, ik heb helemaal niks. Ik moet zo meteen, mij verwacht op zich een vrij lange straf in Spanje. Omdat daar ook met een flinke hoeveelheid pillen was daar gepakt. Eigenlijk heb ik gedacht, nou, ik moet nog snel toch wat geld verdienen. Want als jij in Spanje zit...
zonder geld, dan ben je echt slecht af. Als jij in de gevangenis zit in Spanje, heb je geld nodig. Dus ik heb wat oude contacten gezocht van ja, ik moet wat verdienen. Hè. Ik moet zorgen dat ik niet met lege zakken naar Spanje ga. En zo ben ik er eigenlijk weer ingerold, terwijl ik er eigenlijk al uitgestapt was. Maar die uitlevering uit Spanje kwam niet. Hè. Ze stuurden geen stukken op die gevraagd waren en dat duurde maar door. Maar ondertussen zat ik wel weer op het verkeerde pad. Nou, waarschijnlijk in Nederland dan? In Nederland, ja. Ik zat, Want je bent uiteindelijk in Nederland in hechtenis gekomen, hè? Ja, ik ben in... In 2000 ben ik aangehouden, gearresteerd. En door Teven, hè, natuurlijk. Die Teven was de officier van justitie die het onderzoek leidde. We zien hem hier, hij is ook nog eventjes staatssecretaris geweest, hè? Ja. Bekende kop in de politiek. Ja, hij persoonlijk heeft ervoor gezorgd dat jij achter slot in Grendel kwam. Hij leidde het onderzoek, maar ik raakte ook toen, ik kwam van de een in de andere verbazing, want ja, ik had echt wel wat op mijn kerfstok, alleen ik kreeg in één keer met karrenladingen werden de dossiers mijn cel binnengereden en dat laat zien ook hoe dat werkt. Hè. Het is een... Zoals Teven zegt dan, ja, we hebben een enorme drugsbende opgerold. Maar ik zat daar met allemaal mensen in die dan deel zouden uitmaken van een organisatie. Ik kende ze niet eens. En de meeste daarvan, die konden nog niet eens een kop koffie betalen. En ik wil dat laat ook zien, die wereld die voorgespiegeld wordt door mensen zoals Teven van al die organisaties. Ik heb heel veel mensen ontmoet in de handel en in de criminaliteit, maar de meeste... dat idee van een hiërarchisch geleide organisatie, staat zo ver af van de werkelijkheid. Want iedereen doet maar wat, iemand rommelt maar een beetje aan en hier een dealtje en daar een dealtje. En die zijn door Teven allemaal op één hoop gegooid. Ja, en toen kwamen we op een gegeven moment ook in de rechtbank en er zaten een hele rij mensen, ik kende er twee personen van. En op een gegeven moment zei Teven, ja nee, dit is nog veel erger, dus niet één bende, dit zijn wel vijf bendes. Maar hij had gewoon een hele collectie van mensen bij elkaar. Maar ja, zo'n onderzoek, dat kost miljoenen. Want hij spreekt hier ook over, hè, het was een gevaarlijke bende die geweld niet schuwde. Dus hij praat wel echt over een criminele organisatie waar Pols destijds medeleiding aan gaf, ruilde in grote schaal ecstasy tegen cocaïne. Is dat overdreven? Nou, dat is enorm overdreven. Want kijk, ik heb voor mijzelf, ik handelde dan wel in ecstasy en cocaïne. Ik heb nooit heroïne of andere dingen aangeraakt. Maar geweld heb ik ook nooit aangeraakt. Nooit. Ik heb voor mijzelf altijd een hele duidelijke lijn gehad. En wat ik deed was met mensen, dat waren gewoon vrienden. Hè? We waren gewoon een vriendenclubje. En het zijn tot op de dag van vandaag, ja, twee zijn al overleden inmiddels, zijn nog steeds vrienden van mij gebleven. En we hebben nooit met geweld gebruikt. Dat is altijd voor mij een hele duidelijke grens geweest. En daarom vind ik het op zich natuurlijk wel kwalijk dat Teven dat op deze manier doet. Want hij weet heel goed dat dat verhaal waar hij mee komt, dat heeft nooit plaatsgevonden. Ja, hij gaat nog een stap verder, hè? Want hij praat echt over een drugsconflict waarbij jij een vuurwapen in de mond zou hebben geduwd en de haan naar achter hebt getrokken en de man met een barkruk hebt bewerkt. Dat zijn nogal stevige uitlatingen. Ja. Verzint hij dit? Ja, nou hij verzint het niet zelf, het heeft iemand anders verzonnen, maar het vervelende is, er is nu een vonnis online gegooid, ik kom het overal tegen, het is wijdverspreid. Kan je natuurlijk al afvragen dat mensen dit op deze manier doen, ja. Maar ik ben hiervan vrijgesproken, want het heeft namelijk nooit plaatsgevonden. Wat is gebeurd? Er was inderdaad een oneenigheid over mensen die hadden van alles achterover gedrukt. Maar we hebben daar gewoon over gesproken en zij zijn weer weggegaan. En er was ook niks aan de hand geweest. Het is in een vol restaurant zou dit gebeurd zijn. Ik heb ook in hoger beroep gezegd, ja maar... Waar zijn de getuigen dan? Nee, hoe kan dat jij dit in een restaurant... Het zou bomvol geweest zijn die avond. Moeten dan heel veel mensen gezien hebben ook. Hè? Dat red je niet. Hè? Ja. Dan staat binnen één minuut de politie voor de deur. Daar is niets afgespeeld. Maar wat is er gebeurd? Ik wil het wel even kort vertellen. Kijk, Teven heeft in mijn onderzoek de hele wereld afgereisd.
Zo zaten een paar verdachten die hierbij, betrokken zouden zijn geweest. Die zaten in Frans-Guyana vast. Die waren zelf gepakt daar met 60 kilo cocaïne. Wat hadden ze nou gezegd? Teve ging er naartoe. En zij vertelde Teve, ja, meneer Pols heeft mij gedwongen dat te doen. Want hij heeft toen in die pizzeria ons gegijzeld en mij met een pistool in zijn mond gedaan. En ik moest dat gaan doen. Ja, dat zijn van die kletskoekverhalen, die hoor je wel vaker. En die maken ook juist dat al die dit soort geruchten de wereld inkomen. Kijk, en er gebeuren waarschijnlijk best wel dingen in deze kringen, maar... De meeste mensen zijn gewone mensen die toevallig op dat pad terechtgekomen zijn. En verder gewoon hele integere mensen. Het klinkt dan raar, maar ik ken die mensen als mensen die zich aan een afspraak hielden. Die te vertrouwen waren, noem maar op. En dan komt daar in Frans-Guyana, vertelt iemand zo'n verhaal. En die Teve, die wilde dat heel graag geloven. Want hij wilde geloven dat ik een hele grote drugsdealer was. En wat hij mij bijvoorbeeld voor de voeten wierp in de rechtszaal. Dat ik in een gewoon huis, in een goedkope auto. Ik kreeg gewoon een auto van 2000 euro. En hij zei, kijk, zo opereren de nieuwe criminelen. Kijk, heel onopvallend in een rijtjeshuis. Dit is de nieuwe generatie drugskoningen. Onder de radar. Precies. En dus alles werd tegen mij gebruikt eigenlijk. Maar wat mij vooral in die eerste aanleg, wat mij verweten werd, dat ik heb geen verklaringen afgelegd. Hè. Ik heb geweigerd over wie dan ook wat te vertellen. Want ik vind dat niet mijn taak om justitie te helpen, om mensen die ik ken te straffen. Dus ik kreeg Teve eiste 8 jaar tegen mij. En die rechter, mevrouw Gongrijp... Haar dochter ging ook nog op reis met Teve naar Curaçao. En ik weet niet, ze hebben de hele wereld hebben ze gezien in mijn onderzoek. En die rechter die verweet mij dat zo enorm dat ik daar niks wilde vertellen. En die heeft het nog even 2 jaar erbovenop gedaan. In hoger beroep heb ik mijn verdediging helemaal zelf gedaan. Ik heb daar ook ontdekt, ik ben daar goed in dit soort, in dit werk. Daar ontdekte jij jouw juridische talent? Ja. Ik heb daar de hele verdediging zelf voorbereid. Ik had een fantastische advocaat. Die kwam gezellig koffie drinken. En we hadden het over die zaken natuurlijk en zo. Maar de verdediging zelf heb ik helemaal zelf voorbereid. En ik heb ook mijn eindpleidooi zelf gedaan daar. En ik heb dat ook daar. Ik heb gemerkt, ik ben goed in het terugbrengen van de zaak naar de kern. En ik heb uiteindelijk 4,5 jaar gekregen. Want ik ben vrijgesproken van die grote partij cocaïne. Maar ik ben ook vrijgesproken van alle geweldsdelicten. Het was duidelijk dat ik nooit met geweld te maken heb gehad. Maar als jij daarvan vrijgesproken bent, hè, hoe kan het dan dat Teve gewoon dit verklaart in de Telegraaf? Dat is dan toch wel kwalijk? Nogal wat hij hier zegt. Hè? Hij weet dat je daarvan vrijgesproken bent... En dan dit in de Telegraaf zetten, dan wordt er wel heel erg op de persoon gespeeld in mijn optiek. Nou ja, kijk naar de dag dat dit verschenen is. Dit was natuurlijk op de dag verschenen dat ik die zitting had. Ik werd 's ochtends gebeld door John van der Heuvel voor de zitting. Misdaadjournalist, hè? Ja, van de Telegraaf. En hij zegt, nou Jeroen, ik heb hier een procesverbaal uit 2000 op tafel liggen. En ik wou je daar even wat vraagjes over stellen. Dus ik heb gezegd tegen John, misschien begrijp je dat ik het nu heel erg druk heb. Ik bel je vanmiddag wel even terug. Toen heb ik hem ook teruggebeld en gezegd, John, ik vind dit zo enorm onder de gordel. Ik zeg, ik word weer teruggebracht tot 1 gebeurtenis in mijn leven, hè, dat 1 veroordeling. En die 20 jaar daarna, die telt kennelijk helemaal niet mee wat ik daarna gedaan heb. En ik zeg, je bent echt gewoon een riooljournalist, maar jij moet gewoon vooral schrijven wat jij vindt dat je moet doen. Ik ga je niet tegenhouden erin, maar je moet wel weten waar je mee bezig bent. Want ik vind dit niet fair. Maar het was te verwachten, hè? Ik bedoel, je gaat de staat aanvechten. Ja. Ja, dan zijn waarschijnlijk alle middelen geoorloofd om jou klein te krijgen. Ik heb dat heel lang eerder al verwacht. Zag je dat niet aankomen? Jawel. Ik heb dat ook met viruswaarheid besproken. Ik zeg, ik heb dit verleden. Dit gaat op een dag naar buiten komen. Dat was ook de bedoeling. Ik ben ook zoveel mogelijk op de achtergrond gebleven. En Willem, die zou het... Willem Engel, ja. Willem Engel, die zou het gezicht worden.
En ik zeg, ik hoef die al die publiciteit niet zo. Maar goed, het was natuurlijk onvermijdelijk dat dat op een gegeven moment kwam. En ik wist dat het zou komen. Maar ik heb ook John van der Heuvel gezegd. Ik zeg, ja, jij hebt nu een proces verbaal op je tafel liggen. Die jij gekregen hebt van een vriendje binnen justitie. En dan ga jij mij nu de maat nemen over integriteit en mij iets voor mijn voeten werpen. Ik heb mijn straf uitgezeten. Ik heb keihard gewerkt aan een nieuw bestaan. En jij gaat mij de maat nemen, terwijl jij daar van iemand die een ambtsmisdrijf pleegt. Hè, want Teven, die komt hiermee naar buiten. Dat kan natuurlijk helemaal niet. Officier van justitie heeft een geheimhoudingsplicht. En, dit kan, en dat je dan ook nog over een vonnis gaat spreken wat niet meer bestaat, wat gewoon vernietigd is. Ja, alle grenzen worden daarmee overschreden. Maar goed, wat dat betreft, ik maak me ook niet meer kwaad over. Ik had het al lang verwacht. En ik draag Teven ook verder geen, ik draag hem het niet na. Ik vind het prima, hij heeft mij destijds goed ondersteund in mijn rechtenstudie. Ik weet nog een keer dat ik een tentamen had en tegelijkertijd hadden we zitting. Heeft hij nog een aparte auto geregeld dat ik alsnog naar die zitting kon komen. Dus hij heeft zijn bijdrage geleverd. En voor mij is die 3 jaar dat ik vastgezeten heb, is voor mij een omwenteling in mijn leven geworden. Die uiteindelijk alleen maar goeds gebracht heeft. Dus ja, laten we eventjes teruggaan naar die tijd. Hè? Want je wordt dan veroordeeld en je moet dan een gevangenis in. Hoe is dat? Ik heb in mijn leven nog nooit vastgezeten. Lijkt me best heftig. Dan zit je daar in zo'n cel. Ja. En wat gebeurt er dan met je? Nou ja, je merkt dan wat het is als jij geen persoon meer bent. Hè? Wat bedoel je daarmee? Je wordt een nummer, je wordt constant vernederd, want de gevangenis is vernedering. Hè? Het is je hebt geen zelfbeschikkingsrecht meer. Er wordt bepaald wat jij moet doen. Je moet bevelen volgen, je bent eigenlijk rechterloos. Hè? Dan weet je wat het is om gevangen te zijn. Gevangen zijn betekent 24 uur per dag het gevoel hebben dat je geen vrijheid hebt. Hè? Veel mensen denken dat dat vrijheid iets is dat je dit kan gaan doen, dat kan gaan doen. Nee, vrijheid is vooral het ontbreken van het gevoel van gevangenschap. En dat kan je alleen maar weten als je het meegemaakt hebt. En ik heb de eerste dag dat ik vast kwam te zitten. Ik had natuurlijk al een eerdere ervaring, wat ik eigenlijk al. Ja, goed, ik heb dat. Toen ik vast kwam te zitten, dacht ik, ik moet nu al mijn problemen gaan oplossen. Ik ga radicaal het roer omgooien. Dan heb ik van dag 1 heb ik dat bedacht dat ik in de politiecel zat. En ik dacht, ja, dit wordt waarschijnlijk een aardige tijd zitten, maar ik wil dat positief gaan gebruiken. Dus ik heb ook gelijk begonnen met mijn rechtenstudie te beginnen. Ik denk, dat wil ik gaan doen. En ik heb 3 jaar lang van 7 uur 's ochtends tot 's nachts 12 uur, met al natuurlijk met de dingen tussendoor, dat je even naar buiten gaat om te bellen en zo, ben ik gewoon op mijn cel gebleven en heb keihard gestudeerd. En dat gaf mij voldoening. Hè. Ik merkte nu, ik kon mij concentreren. Ik had altijd moeite om met één ding bezig te houden. En toen ik daar kwam, merkte ik dat ik echt zo enorm goed concentreren en zo hard kon werken. Dat ik had iedere avond als ik ging slapen, had ik het gevoel van ja, deze dag is niet weggegooid. Dit was een productieve dag. Ja, maar is het niet ironisch dat je dan veroordeeld wordt voor drugshandel en dat je dan het vak rechten gaat studeren? Hè? Ik bedoel, het staat bijna haaks op wat in ieder geval van je gedacht wordt, hè? Dat je niet rechtschapen bent en dat je dan vervolgens rechten gaat studeren en uiteindelijk ook nu bezig bent met het bepleiten van de rechten van dit land en van de Nederlanders. Ja, nou, ik heb daar, toen ik vast zat, heb ik gezien dat de wereld eigenlijk helemaal niet zo mooi en eerlijk is als er naar buiten toe gedaan wordt. Ook dat hele verhaal van justitie, het is een schijnwereld. Hè? Wij zetten al die slechte mensen zetten we in gevangenissen en de rest is goed. Hè? We maken een soort scheidslijn, alsof je een scheidslijn hebt tussen goede en slechte mensen. Maar de meeste mensen die daar zitten zijn gewoon mensen zoals jij en ik. En die hebben een foute afslag genomen. En ik heb ook veel met Marokkaanse mede-gedetineerden. Als je met hun spreekt, ze willen maar één ding. En dat is hetzelfde. Een gewoon leven hebben en gewone dingen. En de meeste daarvan die komen ook uiteindelijk weer op de goede weg.
Het is een... het is een façade van de samenleving met het idee van, nou, als wij die mensen nou maar allemaal opsluiten, dan zijn wij allemaal goed. Maar het leidt eigenlijk af van, van het echte verhaal. En dat is, door dit zo te doen en die aandacht te richten, want hoeveel aandacht krijgen die criminelen niet? Hè? Het is onvoorstelbaar. Kijk eens naar de Telegraaf, al die aandacht voor criminelen. Terwijl je kan afvragen, hebben die nou echt zo'n grote invloed op de samenleving? De mensen die in Nederland aan het roer staan, die zou je eigenlijk eens beter onder de loep moeten nemen. Want je hebt het dan over de witte boorden criminelen, zoals ze dat zo mooi noemen. Ja, of de farma-industrie, die richten een echte schade aan. En natuurlijk is criminaliteit vervelend, maar we hebben al 30 jaar loopt de criminaliteit terug. Onze samenleving wordt niet overspoeld door criminelen die een beetje wat coke verkopen. Wat, nee, de echte schade wordt heel ergens anders aangericht. En wat ik natuurlijk ook merkte, was dat die regels, die gelden allemaal voor mij en voor jou, maar de overheid houdt zich helemaal niet aan de regels. Zo'n Fred Teven ook, die heeft helemaal geen problemen om allemaal dingen erbij te bedenken en te verzinnen en te verdraaien en een loopje met de waarheid te nemen. En dan denk je, ja, ik zit hier omdat ik regels heb over te doen. Dat accepteer ik ook. Hè? Als de samenleving is, nou ja, je verdient geld door iets wat verboden is. Nou ja, dan, als je dan gepakt wordt, dan accepteer je ook dat je daarvoor moet boeten. Dat is, en de meeste mensen zijn daartoe bereid. Maar een eis is wel dat jij je dan wel aan de regels houdt, hè? De tegenpartij. Degene die jou daar achter slot en grendel. Want dat is, zo hebben we dat afgesproken in de samenleving. De overheid mag jou opsluiten, maar moet wel zijn eigen regels volgen. En dat gebeurt niet. En dat zag ik daar heel sterk. Die gevangenissen zitten vol met mensen die op de een of andere manier of door de bodem van de samenleving zijn gevallen of op een andere manier niet gelukkig in hun bestaan zijn. Nogmaals, er zijn echt wel mensen die je misschien beter niet in de samenleving kan hebben. Maar de meerderheid, die zou je met weinig middelen gewoon weer terug in de samenleving kunnen leiden. Maar dat doen we niet. Wij zorgen dat die mensen alleen maar gestraft worden. En niet, wij doen geen, want dat verhaal van, want de gevangenisstraf heeft meerdere doelen, waaronder reïntegratie. En dat reïntegratiedeel, dat vergeten we, want justitie pakt alles af van iemand. Die verliest zijn huurwoning, die verliest alles. Ja, en dan heeft hij zijn straf uitgezeten. Er wordt niks aan onderwijs gedaan. Er wordt helemaal niets gedaan aan de mentale gezondheid van die mensen. Dus waar ben je dan mee bezig als justitie? Het is allemaal een schijnvertoning van wij gaan die mensen, als jij je straf hebt uitgezeten, nou, dan ben je weer welkom in de samenleving, kan je reïntegreren. En je ziet het, ik ben 20 jaar lang ben ik niet met justitie in aanraking geweest. En meneer Teven die haalt mij weer even onderuit na 20 jaar. Ja, want dat wilde ik je vragen. Hè? Er heeft dus geen recidive plaatsgevonden. Je hebt daarna niks meer begaan met drugs of gekkigheid. Nee. Dus je bent, je zou kunnen zeggen, goed terechtgekomen op je pootjes, gerehabiliteerd. Ja. Je hebt ook een gezin, een vrouw en twee kinderen. Hoe reageren die? Want die kinderen waren toen nog niet geboren, hè? Ik had één, mijn dochter, die was 3 jaar oud toen ik aangehouden werd destijds. En, dus je hebt je vrouw en je dochtertje ook 3 jaar amper kunnen zien? Ja. Dat lijkt me ook heftig. Nou ja, dat is het ook. Maar we hebben het gelukkig al. Zij is echt, wat dat betreft, heel stabiel. Heeft ze jou gesteund in die tijd? Ja. Was ze boos op je? Of hoe reageerde ze op jou? Op jou? Nou ja, ze heeft er natuurlijk wel een hoop narigheid van ondervonden. Maar ze heeft mij nooit laten vallen. Hè? Dat is ook bijzonder, hè? En waardevol, hè? Nou ja, en vooral ook omdat Fred Teven ook geprobeerd heeft haar ook kapot te maken. Terwijl ze had nergens. Ze kwam in de hele dossiers nergens voor. Er werd druk op haar uitgeoefend. Zij werd geroepen bij Teven. En Teven heeft tegen haar gezegd van, ik ga jou helemaal kapot maken.
Ik zeg, ik ga zorgen dat jij bij KLM ontslagen wordt. Waarom deed hij dat of zou hij dat willen? Wat dat is zijn belang? Nou ja, dat is kennelijk zijn manier van werken. Hij vindt gewoon dat mensen die in aanraking zijn of met samen zijn met andere mensen die wetten overtreden hebben, ja, die moet je kapot maken. Dat is kennelijk de insteek. Terwijl mijn idee is, een mens is meer dan wat hij doet, een keer gedaan heeft. Of een keer, ik bedoel, ik ben ook meer dan een veroordeling 20 jaar geleden. En heeft hij schade aangericht in het leven van jouw vrouw? Gelukkig heeft zij uiteindelijk, KLM is een ontslagprocedure begonnen en zij is in het gelijk gesteld. En zij heeft KLM is een ontslagprocedure begonnen omdat zij jouw vrouw was? Omdat Teven heeft de KLM dat gevraagd om haar te gaan ontslaan. En zij is uiteindelijk niet ontslagen, want ze heeft die procedure gewonnen, want er was helemaal niets tegen haar. En zij heeft tot een paar maanden geleden bij KLM gewerkt. Zij is nu weg, omdat zij niet tegen die coronaregels kan. Dus zij is nu vertrokken daar, ja. Nu staat dit natuurlijk in de krant. Jouw kinderen, die zijn nu wat ouder, hè? Die lezen dit ook. Hoe gaat dat dan aan de keukentafel, papa? Wat wordt er dan besproken? Zij weten natuurlijk van mijn geschiedenis. Hè. Het is niet dat zij... Ik heb er nooit een geheim van gemaakt. Ik heb er überhaupt sowieso nooit een geheim van gemaakt. Want het maakt deel van mezelf uit. Hè. Hoe ik nu ben. Ik ben zo als ik ben, omdat ik 3 jaar in een hokje heb gezeten. En je krijgt heel veel zelfinzicht. En je leert jezelf veel beter kennen als jij... Ik bedoel, doe het maar eens na. 3 jaar in een hok zitten. Ik ben ook echt daadwerkelijk niet gaan werken in de gevangenis. Ik ben gewoon echt op mijn cel gebleven en daar gestudeerd. Dat is wat ik 3 jaar lang iedere dag gedaan heb. Dus dat vormt je ook. Hè? Want je leert, je ontwikkelt jezelf, je leert nadenken. Dus ik heb daar nooit een geheim van gemaakt. Want vorig jaar belde het parool mij al. En die had ergens gehoord, ik weet niet waar, dat ik in de gevangenis mijn studie gedaan zou hebben. Ze hadden ook helemaal geen stukken van of bewijs. En hij vroeg, klopt dat? Ik heb ook gelijk gezegd, ja, dat klopt. En ik heb hem ook uitgenodigd thuis en gezegd, ja, prima dat je erover schrijft. Ik vind het natuurlijk, fijn is het natuurlijk niet, want je wordt voor heel veel mensen die je niet kennen, word je gelijk toch in een hoek geduwd. Dat je zegt, ja, maar goed. Ik schaam me er verder niet voor, want het maakt deel van mijzelf uit. Dus ik heb er dan nooit een geheim van gemaakt. En in viruswaarheid, iedereen om mij heen daar wist dat ook. Ik heb dat ook verteld. Ja, je bent geen advocaat geworden. Je bent ook niet toegetreden tot de orde, hè? Maar je bent wel jurist. Heb je uiteindelijk ook een baan gehad bij een kantoor? Of hoe is dat gegaan met jouw loopbaan? Nou, toen ik vrij kwam, ben ik gelijk begonnen in Rotterdam bij de vader van Willem. Willem Engel. Willem Engel. En die had daar heel veel banden en die had een enorm probleem met de overheid. En het is een beetje lang om dat hier uitgebreid op in te gaan. Ja. Maar het feit is, daar waar zij mee bezig waren, de overheid, dat begon toen al met het aanpakken van mensen zonder dat jij... zonder dat er iets van strafrechtelijk iets aan de hand is, dat jij vindt dat je mensen kapot moet gaan maken. En dat gebeurde daar met zijn vader. En daar zijn we eigenlijk tot nu toe nog mee bezig. Dat loopt tot nu toe. We zijn daar al, zeg maar, 18 jaar. Zo, dus jij en Willem Engel gaan ook al een hele lange tijd terug, hè? Nou, Willem Engel, die had zijn eigen leven. Die had zijn dansschool en die bemoeide zich weinig met zijn vader. Dus die zag ik zag hem wel eens, maar heel weinig. En hij verweet mij en Jan Engel, zijn broer, ook altijd dat wij een soort Don Quixotes waren die tegen een grote overheid, en of we niet iets leukers met ons leven konden doen dan vechten tegen de overheid. En hij was lekker met dansen bezig. Hij was lekker met dansen bezig en hij verbaasde zich dat wij daar zo'n gevecht leverden. Ja. Dus daarom is het ook wel opvallend dat hij nu wel deze rol op zich genomen heeft. Ja, dus daar kwamen jullie paden eigenlijk samen? Ja, het was heel mooi, want kijk, ik ben nadat dit gebeurde, toen het begon in maart, ik voelde gelijk aan, dit klopt niet. Hè? En ik voelde ook gelijk weer dat gevoel van gevangenschap. Hè? Ik voelde dit, ik zit weer in de gevangenis. En kijk, met vrijheid nogmaals, als je mijn leven bekijkt,
ik heb niet zo'n avontuurlijk leven. Ik werk vooral. Ik studeerde piano 3-4 uur per dag. Want ik had besloten, ik wil nog echt piano leren spelen. Heb ik 3-4 jaar lang, heb ik iedere dag ook weer 3-4 uur geoefend om dat te bereiken. Ik kan echt al een stuk, flinke stukken spelen gewoon. En daarnaast deed ik mijn werk en ik had een prima leven. Ja. Dus ik op zich een heel saai leven, want ik ben altijd thuis. Eigenlijk merk ik nauwelijks iets van die lockdown, want ik zit eigenlijk altijd thuis. Ik werk thuis. En ik ga ook weinig uit, ik ga weinig naar restaurants. Ik ben vooral een huismus. Maar dan kom je weer bij de essentie van vrijheid. Het gaat erom, je moet wel de mogelijkheid hebben om het te doen. En dat is wat je voelt. Hè? En dat voelde ik ook gelijk, van dit is zo raar. Dit klopt niet, hè? We worden gevangen genomen hier. En nadat ik een tijd dit aangezien gekeken had, en ik denk, ik had verwacht dat gelijk de advocatuur op zou staan, de rechterlijke macht, en zeg van, hé, wat hier gebeurt, dit kan niet. En ik werd steeds radelozer van, waarom doet niemand iets? En toen had ik met Jan Engel erover, en Jan zegt, wij moeten iets gaan doen. Hij zegt, laten we ze gaan dagvaarden. En toen ben ik begonnen, dat was denk ik half april, ben ik begonnen met het schrijven van een dagvaarding. En daar ben ik echt, ik ben 2 maanden dag en nacht ermee bezig geweest. Mensen die dat gelezen hebben, die zullen zien, dat was echt een monnikenwerk om dat te schrijven. En zo ben ik begonnen. En het idee was ook dat we zelf die procedure zouden voeren. Ik heb heel veel partijen aangezocht om mee te doen. Hè. Zoals Koninklijke Horeca heb ik gevraagd, MKB in Nederland. Nog allemaal van dat soort belangenorganisaties. En die hebben die dagvaring toen ook bekeken. En die zeiden, ja, echt een puikstukje werk. Maar ja, we twijfelen. En wie doet er dan mee? En iedereen zat op elkaar te wachten. Uiteindelijk ging niemand mee. Dus dan hebben we gezegd, nou, dan gaan we maar zelf doen. En toen heeft Willem, is toen bij Weltschmerz geweest. Ja, en daarmee is het eigenlijk losgebarsten. En van daaruit is dat vanzelf gegroeid. Ik bedoel, we hebben dat nooit opgezocht. Dat is vanzelf naar ons toegekomen. Ja, jullie heel wat zaken gedaan die jullie uiteindelijk allemaal hebben verloren. Tegen alle verwachtingen in, zou ik bijna zeggen. Want jullie hadden best goede papieren, hè? En uiteindelijk wonnen jullie dan die ene zaak over de avondklok. En dat was wel een doorbraak, hè? Ja, het was wel een doorbraak. Maar ik wil wel nog even zeggen, die andere zaken, ik beschouw die niet als verloren. We zijn in het ongelijk gesteld. Maar in elke zaak is echt zoveel informatie boven water gekomen. Kijk, die RIVM-zaak bijvoorbeeld vorig jaar, waar wij de RIVM gedagvaard hebben. Daar is zoveel vast komen te staan. Dat er geen enkele onderbouwing is van die maatregel. Dat is allemaal in die procedures is dat vast komen te staan. Dus je ziet dat wel nog als waardevolle dossiers? Wij hebben elke rechtszaak is een aanknopingspunt voor meer gekomen. En zo hebben wij altijd gewerkt. Hè. Ik doe dat al 18 jaar. De uitkomst van de zaak is mooi natuurlijk, fantastisch. Maar met de rechtspraak die we op dit moment hebben, weet je dat dat heel moeilijk is. En ik heb mijn eerste zaak natuurlijk die ik gelijk gekregen heb, was voor mijn vrouw en kinderen. Hè, dat ze terug moesten komen uit Zanzibar en weigerden een PCR-test te doen. Ja. Dat is de eerste zaak geweest waar een rechter uiteindelijk gezegd heeft, dit klopt niet. Ja. En dat werd vrij snel weer overruled, hè? Ja, net als wat we nu ook gezien hebben, heeft de staat, die zegt heel duidelijk, wij dulden geen tegenspraak. He, ook niet van de rechtspraak, dat is duidelijk. En ook dat is winst, want iedereen kan het ware gezicht zien van de overheid. He, ik heb dat gezicht natuurlijk al heel wat langer gezien dan de meeste mensen. Maar dit is het ware gezicht. Ik denk dat je daar gelijk hebt. Hè? Ik heb een hoop mensen gesproken die niet meegaan in de opvattingen die ik heb, maar die ten aanzien van dat, het overroelen van de uitspraak van een rechter, zeiden van, oeh, dat vind ik wel opmerkelijk en een tikje dictatoriaal. En dat is het ook. En dat laat zien, dit is een verlengde van wat ik al 18 jaar doe. En dit is ook de overheid die ik ken. Dus de overheid die stelt mij niet teleur, want ik weet hoe ze in elkaar zitten. En ons gevecht met die rechtszaken, de rechtszaken zelf,
zijn al een doel op zich, omdat daarmee moet de staat zich steeds verdedigen. En in die verdediging maken zij fouten. En dat hebben we nu ook gezien. De staat, het beste wat zij hadden kunnen doen, als ik hun adviseur was geweest, nu met die laatste, dat we het gelijkgesteld hadden, had Rutte moeten zeggen, de rechter heeft gesproken. We zijn een rechtsstaat, we trekken nu die maatregel terug en we gaan daarna kijken hoe we dat verder gaan doen en of dat op een andere manier kan. Had misschien in het met het oog op de verkiezingen nog wel een betere zet geweest ook, hè? Als je als liberaal en democraat wil profileren. Dat was de enige juiste geweest. Maar wat hebben zij laten zien? Ze hebben het gezien van het gezicht van machtspolitiek. Hebben ze laten zien. Wij regelen dat wel even. En met volle macht, inzet van alle middelen die ze hebben, hebben ze het even rechtgezet. En heel Nederland heeft toegekeken. Dus dat is de grootste winst van deze zaak. Want het is belangrijk dat mensen zien dat wij op dit moment een overheid hebben die niet het beste met ons voor heeft. We leven eigenlijk in een façade van een democratische rechtsstaat die naam onwaardig is. Ja, maar ja, Rutte zegt dan heel handig, ja, maar die avondklok, dat is geen doel, dat is een middel, want er is een pandemie. Ja, maar dat is natuurlijk waar wij al een jaar in zitten. Ons wordt verteld, er is een pandemie, maar daarin zie je ook hoe mensen meegenomen worden in die woorden. Want een gezond mens, tenminste een mens die nog helder kan nadenken, die kijkt om zich heen en die zegt, pandemie, maar ik zie helemaal niemand die dood neervalt en er zijn geen rijen van 3 voor de ziekenhuizen en noem maar op. Dit is een virtuele pandemie die bestaat uit besmettingscijfers en uit prognoses en uit mutanten en allemaal verhalen over virussen. Maar als je dat afzet tegen wat je in de praktijk ziet, dan zie je niks. We hebben een hele mooie metafoor van jou in een zitting tegen de staat waarin jij uitlegt hoe je dat zou kunnen zien in relatie tot het blussen van een brand. Maar met dit soort redeneringen, en dat is ook de reden waarom de Syracuse-criteria zo streng zijn. Dit zijn precies de redeneringen die in dictaturen gebruikt worden om de grondrechten weg te nemen. En wij gaan preventief handelen. Laat me het even zo een beeld schetsen. Stelt u voor, er staat een huis in een straat. De hele straat staat vol met ambulances, met brandweer. En ze zitten dat huis te blussen. En na een maand, u ziet nog al die zwaailichten en men blijft dat huis maar blussen. En ik sta daarnaar te kijken. En zeg ik, ja, waarom blust u dat huis nou eigenlijk? En dat hele huis stort in, maar we blijven blussen. Ik zeg, ja, meneer Pols, snapt u dat dan niet? Als wij stoppen met blussen, dan brandt het huis af. Dus wij moeten blijven blussen. En dat is eigenlijk wat hier gebeurt. We zijn aan het blussen en het gaat niet in brand omdat we aan het blussen zijn. Maar dat zijn redeneringen, daar kan niemand iets mee. Daar kan je ook niet van winnen, want zo verliest het altijd. Het is altijd, doordat jij dat doet, gebeurt het niet. Ja, mooi gesproken, eigenlijk kan de staat nooit ongelijk krijgen. Nee, dat is waar we in zitten. Het is een totaal onwetenschappelijke benadering. Want wat je ziet is dat correlatie en causaal verband worden constant door elkaar gehaald. Kijk, als het ene na het andere gebeurt, ja, je blust een huis en het gaat daarna niet in brand. Het betekent niet dat het door het blussen komt. Hè? Om maar even bij die metafoor te blijven. Want dan moet je kijken, wat was er gebeurd als we niet geblust hadden? Maar dat doen ze niet. En als er dan niets gebeurt wat ze voorspeld hebben, dan komt dat omdat ze zo goed ingegrepen hebben. En dat is waarom wij al een jaar lang hierin zitten. Want ze houden die mensen ook steeds voor. Ja, we moeten wel. Want als we dit niet doorgaan hiermee, ja, dan gaat het echt mis. Terwijl, laten we nou eens gewoon een maand stoppen. Met alles. Kijken of wat gebeurt. Want als je kijkt naar landen die niets gedaan hebben, daar is het precies hetzelfde. Die maatregelen, nergens is ooit bewezen dat die maatregelen ook maar iets van invloed zijn geweest op het verloop van deze pandemie. Maar jij als jurist zal dan toch ook vaak de fundamentele vraag stellen, qui bono, hè? Wie heeft hier belang bij om deze schade aan te richten en deze leugen in stand te houden? Ja. Want het wordt al snel een complottheorie genoemd, maar waarom zou Rutte en dit hele kabinet met zoveel parlementsleden deze koers willen varen dan? Kijk, dat is een vraag die altijd opgeworpen wordt, maar die vraag, die hoef ik niet te beantwoorden. Ik hoef alleen maar vast te stellen wat er gebeurt. En ik vertel wat ik zie. En ik zie dat
moedwillig de samenleving op dit moment naar de rand van de afgrond gedreven wordt. Ik bedoel, het kan toch nu, een jaar verder, niemand ontgaan dat dat gebeurt. De samenleving is stuk. Ja, jij zegt eigenlijk, het is irrelevant of dat nou een complot is of een samenzwering. Het gebeurt. Het gebeurt. Precies. En waarom dat gebeurd is, kunnen we later uitzoeken. Want ik ben ervan overtuigd dat de mensen die deze schade aanrichten, die zullen op een dag verantwoording moeten gaan afleggen. Maar feit is, de samenleving is zo ongelooflijk beschadigd dat zelfs als we morgen ophouden, zitten wij met een ramp. En die ramp heet geen corona. Die ramp heet de beleidsmakers die ons dit aangedaan hebben. Ja. Ja. Jij werd door Fred Teven gekscherend in dit artikel niet een Don Corleone, maar een Don Corona genoemd. Ik moest er wel een beetje om lachen, maar het lijkt mij een hele mooie geuzennaam om nu dit te mogen doen, hè, voor het volk en vaderland. Dat je zo mag inspannen om eigenlijk iets bij te dragen aan de oplossing. Je hebt 3 jaar gezeten, je bent rechten gaan studeren, je hebt je leven verbeterd en je zit nu in de positie dat je geschiedenis bent aan het schrijven. Ja, maar ik wil het toch even rechtzetten dat ik... Ik zelf ben een persoon, ik heb niks met publiciteit, ik heb niks met om in de schijnwerpers te treden. Dat, zo ben ik helemaal niet. Ik ben juist iemand die erg op mezelf is en erg alleen ben. Tenminste alleen in die zin, ik hou van mijn privacy en mijn rust. Dat ik dit begonnen ben, dat komt omdat ik wil dat ik en mijn kinderen in een vrije samenleving kunnen opgroeien. Dat is de reden waarom ik ben begonnen. En dat betekent dus ook dat je probeert de rest van de 17,5 miljoen mensen ook vrij te krijgen. Maar het is niet zo dat ik dit gezocht heb. Het is zo gelopen en het is echt vanuit het is begonnen omdat ik zelf vrij wil zijn. En vooral mijn kinderen dezelfde vrijheid gun die ik gehad heb. Want kijk, jij en ik, wij hebben al een heel mooi leven gehad. We hebben een tijd meegemaakt met enorme vrijheid, met een enorme welvaart. En wij moeten beseffen, kijk, als wij morgen er niet meer zijn, hebben wij alles gehad en gezien. Maar onze kinderen nog niet. En het leven zonder die vrijheid en zonder die mensenrechten, het is een fantastisch mooi systeem wat we in 70 jaar opgebouwd hebben. Dat is iets heel waardevols. Hè? En dat moeten mensen ook beseffen, dit zijn wij. Dit is wat mensen tot stand gebracht hebben. En deze mensen, die breken dat in een jaar tijd, dat systeem. Want dat gaat om menselijke waarden. Dat is de kern. Die wordt door deze mensen weggenomen. En dat is waar ik voor tegen strijd. Jeroen, we gaan even een week terug in de tijd. Jij had de zitting daar, een turbozitting, rondom de avondklok. Een bijzonder moment. En jij wraakte het hof. En daar liepen de emoties nogal hoog op. Van journalisten die zijn geweigerd. Daar ga ik nou ook niet over praten. En als u iets wil zeggen, u moet het aan uw advocaat vragen. Ik laat u anders uit de zaal zetten. U gaat mij als partij uit de zaal zetten, mevrouw. Ja, dat kan. Ik vind het een hele vreemde gang van zaken wat hij op dit dat moment speelt. Dat kan, zo beslist het hof. En zo beslis ik als voorzitter. Als partij mag ik dus niks meer zeggen. Als u doorgaat, dan ga ik de bode en de beveiliging halen om te vragen om u naar buiten te geleiden. Mevrouw, ik vind het onduidelijk. Mevrouw, ik vraag u. Ja. U bent vooringenomen, ik vraag u. Dit als voorzitter van voor tot achter niet. Ondersteun ik dit. U kunt u alsjeblieft een rapport van het procesgebouw opmaken van de vraag? Ik neem dit, ik accepteer het niet. Kijk, wij hebben ook spoedappel aangevraagd voor een zaak die miljarden per maand kost met de PCR-test. We krijgen half april krijgen wij een datum en dat maakt het hele land, brengt het naar de afgrond. En voor deze zaak maakt u 's middags 4 uur later vrij. We kunnen ons niet voorbereiden, kunnen helemaal niks en ik mag hier niet eens bespreken. Sorry mevrouw, hier doe ik niet aan mee. Dit heeft niks met de behoorlijke rechtspraak te maken. Dit is een strijd met de behoorlijke procesorde. Dus maak je alsjeblieft procesgebouw op, wij gaan het vragen. Bij deze. Ik schors de zitting. Ja? Ja, de wraking van het hof. En we kunnen het natuurlijk over de inhoud gaan hebben, maar ik denk dat daar al heel veel over gezegd is en geschreven. Maar
Wat ik zo fascinerend vind, ik zie jou met heel veel verbetenheid die rechter of het hof wraken. En ik plaats het nu ineens in perspectief dat je zelf ooit veroordeeld bent. Hè? Uiteindelijk heb je 3 jaar gezeten. En dan zit je in de positie om dit tegen een rechter te zeggen. Dat moet toch heel bijzonder zijn of heel raar of onwerkelijk. Nou, wat je hier ziet is... Het voelde al onrechtvaardig aan wat zij aan het doen was. Ik kwam daar, moest binnen 4 uur daar verschijnen. Ik reed net naar huis, we hadden net een vonnis gekregen waar we natuurlijk allemaal heel blij mee waren. En we moesten gelijk weer, moest ik omdraaien. En wat deze mensen verwarren, is zij verwarren gezag met macht. En dat probeerde deze mevrouw ook. Zij probeerde met macht mij te onderdrukken. Maar voor macht, met macht kan jij geen gezag afdwingen. En dat probeer ik ook altijd iedereen te vertellen. Gezag verdien je. En gezag verdien je door mensen met respect te behandelen en hun waarde te laten. En dat probeer ik ook altijd. Alleen als ik niet in mijn waarde gelaten word, dan reageer ik. En dan maakt het mij niet uit of dat de rechter is of van het hof of wie dan ook. Want nogmaals, gezag moet je verdienen. En dat zou... Ik denk dat het een les is die heel veel mensen kunnen leren die op zo'n positie zitten. Met het machtwoord win je geen gezag en ook geen respect. Ja, Jeroen, gezag moet je verdienen, maar respect dat moet je ook verdienen. En respect dat krijg je van mij. Ik vind het heel moedig dat je hier over je verleden, je criminele verleden hebt gesproken. Waar je korte metten mee hebt gemaakt, want je bent nooit... teruggevallen in dat oude patroon. Je hebt je leven gebeterd, je bent jurist geworden en je doet nu, in mijn optiek althans, en ik denk in het optiek van een heleboel mensen, goed werk om toch uit deze impasse te komen. Dank daarvoor en dank jullie ook voor het kijken. Deel deze video, het is erg belangrijk dat veel mensen het zien en abonneer je ook op dit kanaal. Subscriben kan ook via de website en een donatie is altijd welkom. Jeroen Pols, ontzettend bedankt. En succes met het vervolg van de zaak. Dank je, Flavio.